So I would agree. Besides me, of course, the King 77 LL has to be one of the top players in the world, of course. You're watching Pool or the King 77 NL. Enjoy. Hello! Hey! We hebben de kerstboom! Die staat er al. Hij is niet aan natuurlijk, want dan zie je allemaal die lampen omheen al daar. Ha, we hebben een visparty gehad afgelopen weekend. En ik heb natuurlijk heel veel gebokst en zo, maar dat voel je meteen weer op mijn lichaam. Toen werd gedronken en zo, al let ik er wel een beetje op mijn maar ik ben wel sterk! Nou, random. Lekker, oh, ik heb takeo! Oh, je kunt het al zien. Kijk, mijn laatste potjes, hè. Die gaat lekker. 0-0, 5, dit is wat ik vandaag heb gedaan. 0 kills, 5 kills met derde, 0 kills. Dus ik ben lekker ervoor. Maar het komt omdat ik het even omgedraaid. Ik heb nou heel hypocriet Fishing NL met Scuf. En ik speel normaal gewoon met deze controller. Ook wel met die dingen erop zo. Dat ga ik ook trouwens doen. Weet je wat, daar komt het gewoon door. Dat weet ik gewoon zeker. Ik kan hier niet mee spelen. Scuffen is niet voor mij. Dus, ik speel gewoon met dit. Ik speel met, niet altijd hoor, maar met zo'n ding erop. Ik weet niet hoe het heet. En zo'n ding, want ik vind de PlayStation niet lekker. En dan ga ik daarmee spelen. Want ik ging met het vissen ding. En ja, ik werd één keer dan, werd ik dan derde. Dat had ik ook takeo aanlakt. Takeo. En nu gaan we beginnen. Nu gaan we opnemen. Oes. Boksen. Oes. Alles uit het dekje. Ik moet op mijn microfoon. En draaien. En draaien. Hoek. En niet hoek doen. Nee. Boks. Mijn haar is lang, hè. Vlaar is groeien. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Maar ik zit nou in het pauzescherm of het laatste scherm te praten. Niet slim. Want dan kan ik niet knippen. Maar wel. Oh, wat ben ik nog grappig, man. En een goede grap. En ik speel met mijn DJ headset, maar dan kan ik het volume niet. Dus ik heb het volume. Kijk, dat moet je dan doen. Moet ik het volume, moet niet vergeten straks terugzetten. De audio staat nu gewoon zachter in de game. Omdat ik anders niet kan. Oh, ik moet een sticker move zetten. Sticker move. Want ik speel nu weer met deze controller. Hij zet uit die tent. Sticker move. Hey. Kom op. Goed spelen. Oké, let's go. Geen scuff voor mij hoor. Scuff. Gewoon een normale PlayStation controller. En een stick and move. Met een lange sticky erop. Voor je aim. Speelt de Elite Shot ook, hè? Shot Elite? Elite Shot? Ik vind hem niet de beste speler trouwens, hè? Ik vind hem wel goed bij deze game. Maar ik vind. Wow. Ben ik nu al gewend aan weer gewoon tech komt met scuff. Dan heb ik geen wapen. Dan kom ik gekut van me. Ja, looi. Dubbel vestje, wauw, dat wil ik echt. Appa. Bijna dood. Geen heal. Ik heb geen heal shit. Serious? Ik ga dood. I'm gonna die. Please heal shit. Oh, nieuwe armor. Lekker spelen met een kloppend hart. Hé, ja. Hey, die ga je schreeuwen, hè? Waar zit er nog eentje daar? Maar ze staan ook in. Ik moet wel. Ik heb geen heal shit. Dit speelt zo in het kloppend hart helder. Ik weet dat daar eentje zit. Nou, dan ben ik dood. Dan ben ik weer nog dood. Dat is op het dak natuurlijk, hè. Dan kan je wel anders raken. Heel shit! Brrr. Wat een begin zeg! Het is die ABR hard dat ik in één spray hem kon killen. En gaat hij nog racen? Die gast was echt slecht. Hoe kan je nou mij niet killen daar? 76 helm nog. Jezus. En die 76% nog minder. Oh. Oh. Zit hij nu ook? Nee. Stil niet zo'n health shit. Kom mee. Waarom ga ik nog drukken? Dat weet dat ik niet genoeg oppak. Oh, ik heb nog niet nodig. Ja, dit is echt het allerstroefste begin ooit. Maar ja.
Ik leef nog. Nog! Die gast zit er nog ergens, hè? Ik heb nou een level 3 armor en full health. Alleen geen trauma, kid. Ik heb een trauma van dit begin. What the fuck? Heb ik het toch overleefd? Dat is wel knap, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Consume. Oh, we hebben het erover. Dat is ook. Oh, dat is wel gunstig. Level 3 armor en trauma kit. Ja, nou. Oh, is consumer dat is nemen? Dat is ook handig, consumer, dat je ook sneller als in kan nemen. Dus altijd snel mogelijk nemen. Ik ga paranoia ook sneller. I hear him. Now I see him. Now I'm gonna kill him. Je zag hem ook, hè? Ik hoor hem. Daar is hij. Slechte aim. You are dead. Kijk, dan moet je dus in dat soort situaties, moet je rustig zitten, dat wordt lastig. Want ik heb dus een... Ah. Ik heb gewoon dit uiteindelijk gewoon dus overleefd. Nou twijfel ik of ik nou mijn ABR moet houden. Want ik wil natuurlijk een secondary zometeen, wil ik een SMG hebben. Dan weet ik wat ik moet doen. Ik doe de Maddox weg. Wat een trauma keer, Jesus. Nog eens extra voor. Mes maar of niet mee. Die neem ik mee. Die neem ik mee. Dan kan ik hier dus nu extended max op doen. Die. Ik wil liever een tracecopy en een grip zo. Skulker kan meenemen. Skulker is handig. Ik zal hem even. Nou, ik ga hem er niet op zetten. Maar als ik ga bukken. Als ik ga bukken en hij gaat lopen. Dan ga je sneller. Dan heb je eigenlijk zo'n dead silence. Ik zie er één zitten. Niet. Ik dacht dat ik er eentje zag. I'm not 100% sure. Kom maar. Het gebeurt er allemaal. Ting tong. Hoor ik hem skypen zo. Ja. Jij bent dood. Dat was een niet al heel erg slim van die manier. Nou, niet slim. Maar ik weet ook niet hoe ik ben. Soms lastig, hè? Gok, als je ergens komt, is er nog iemand? Ja, dan zit er nog een oude lul van 41 te campen. Waar gaat de deur dicht? Rampart. Hier ook nog even stok op. Zat ik in stok op mijn secondary deden? Echt heel raar. Dat ik gewoon. Op een Spitfire wil ik echt kunnen streven. En met een ABR eigenlijk niet. Maar neem ik zet er dan toch erop. Op de een of andere manier is dat dan toch lekker. Ik ga skulken opzetten. Ik zet gewoon alles even erop. Ik krijg toch een nieuwe perks. Oké, en medic. Nu kan het nog snel met. Ik hoor niks door die. Ik hoor niet goed door die vliegtuig. Nou, ik ga gewoon. De ABR is wel sterk, jongens. You can zeggen wat je wil. Ik ga niet eens looten, die gast had voor maar niks. Ik ga hem niet looten. Ja, maar misschien is een suppressor, je weet maar nooit. Ik ga het even kijken. Shit, 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 shit. Heel snel. Nog eentje. Geen suppressor. Dan een grip. Die heb ik daar op. Sensor dart. Alles verder voel. Als je één met de ABR goed is, jongens, dan ga je zo lekker. Maar dan moet je één bal spot on zijn, hè? Zoals je ziet. Toch ga ik even kijken. Ik wil die suppressor. Dat mijn één eigenlijk wel goed is, nu zo zonder suppressor. Maar daar is er eentje. Had dat nut wat ik deed? Nee, maar... Waar lag dat lijk? Ik ben het helemaal kwijt, mijn oriëntatie, toch? Ja, joh. Het enige wat ik nodig heb, kan hebben is een
Niks. Nou, kogels misschien. Nou, ik vind ook kogels. Ik heb er 150 nog. Maar als die gast heen gaat met die. Zit altijd ting, hoor ik altijd. Bam. Ik zag hem, hè. Daar was ik wel te slim voor jou, meneer. Toch ga ik kijken voor die suppressor. Heel snel. Ach, kogels. Moet wel. Ja, die kan ik gebruiken. Toch, pak eens. Hé! Hey! Oh, ik zijn vol vandaar. Oké. Okay. Tenting op mijn... ding is gezet, hè? Ja. Ik heb nog liever op deze. En dan hier deze gewoon proberen unsilenced. Ik wil eigenlijk nog een suppressor hebben. Ik had trouwens wel van de week gewonnen. Ik weet niet of ik dat ervoor gezet heb, maar het stukje. Dat een klein cirkel, die heb ik in het voor gegooid. Die won ik zonder dat ik hem killde. Dat is zo vet. Hoeveel ballen heeft hij? Was slimmer. Dat was geen. Ik heb geen Dead Silence. Ik heb gehad dat doen. Kill me, kamer. Zij is gunstig. Kill me, kamer. Aan de goede kant op. Dat ik niet snel bloot. Daar zit er links eentje, die kill nu. Vier tegenstanders zit er links, de rechts eentje daar. Daar zit er eentje, zag je? Ik heb nog niks op te gooien ook. Zoiets handig doen. Twee tegenstanders. Zit die laag? Dus... Eén. Eentje. Waar is hij? Oh, ik was aan het gokken met mijn Spitfire. Mijn handen. Tweede aflevering. Mijn handen. Oh, 10 kills ook nog. Kom! Oh, ik was aan het gokken hoor. Ik deed mijn trauma kit. Dat was gewoon... Ik zag hem en ik wou mijn ABR pakken. Ik dacht, dan gaat mijn aim scheef met mijn trillende handjes. Zijn ze strak. Dat valt mee. Maar... Oh my. Holy fuck. Davis. Tweede aflevering. Oh, je ziet hoe snel ik slecht in voorbereid. Ik ging op een potje met die kutcontrole van Fizzy. En het ding doet het niet, man. Die moet gewoon met normale controle spelen. Hier ook gewoon lange stickies erop. Mijn aim is spot on, bitch. 10 kills. Come on! Ho, ho, ho. Holy fuck, wat is dit toch een vette game, hè? Ah! Ah! De kill! Hi, hi, hi! Sayonara! Later likes, 7 likes! Yes! Yes!